Hallo allemaal, ik ben Landa, oftewel A Creative Mommy of Two. En vandaag heb ik een, ja, iets andere unboxing als ik normaal heb. Ik heb namelijk een diamond painting, ja, hier noemen ze het essentials kit. Eigenlijk gewoon een gereedschapskitje met wat extra, ja, dingetjes erbij. Ik heb deze gehaald bij de Action, eigenlijk al een, ik denk bijna 2 maanden geleden. Maar ja, er kwam niks van om te unboxen. Dus ik ga het nu nog even doen. Ik ga even het plastic ervan afhalen. Ik kan op de grond op. Oh, het is zelfs een herbruikbaar doos. Je kan het gewoon zo aanpakken en terug opnieuw erin doen. Dat is mooi. Ik dacht dat het meer gewoon een plastic simpel doosje was. Maar het is echt gewoon een degelijk bewaarding. Het schuim en al erop en eraan. Er zitten dus 4 van die trays in, de schutbakjes, zonder tuitje. Ja, het zit dus in een hersluitbare bak met deze loep. En die gaat volledig open. Hier zegt het dus, het zou 1 enkelplaatser, 3, ik denk 3 plaatsers als ik het zo zie, 6, waarschijnlijk 6 plaatsers, 9 plaatsers denk ik, en een roller moet hebben. Dat is hetgeen waar mij het voornamelijk om ging. Die zie ik de laatste tijd weer erg vaak voorbij komen. En ja, hier ook nog een keertje. En dan de tape voor, ja, de roller. Waar ik nog steeds eventjes voor mijn schaar moet gaan pakken. Zo dat ga ik zo nog even doen. En een pen met led. Dus ik ga heel even snel een pen van een schaar pakken. Dus ben terug. Wow, sorry. In een paar seconden. Zo, daar is de schaar. Ja, we hebben hier dus potjes inzetten. Even kijken. Hallo, hallo. Zit die van de andere kant op? Oh, het is handig. Je haalt het er zo uit, maar ze gaan in die richting op. Dus die gaan individueel open. Er zal niet veel ingaan, maar voor kleine, waarschijnlijk speciaal steentjes met diamond pins met speciale steentjes zullen die denk ik nog wel handig zijn. Dan hebben we hier de rol met tape. Ja, 1, 3, 6 en 9. Oh, zo, nou snap ik het. Het is voor 1 steentje, voor 3 steentjes, voor 6 steentjes, voor 9 steentjes en een roller. Het is niet dat die er zoveel keer in zitten. Goedemorgen. Maar goed, waar het mij dus voornamelijk om ging, is de roller. Ik heb deze zelf persoonlijk al een paar keer voorbij zien komen. Ik heb er ook al andere YouTubers over gehoord. Zo te zien zijn deze ook nog met schroef. Dus in plaats van dat je ze er zoals gebruikelijk in steekt, schroef je ze erin. Dus het is nou echt gaat erop rollen. En uiteraard met geen batterijen erin. Eens even kijken. 2 AAA batterijen. Geef me weer een seconde en ik ga even batterijen pakken. En dan ben ik weer. Maar goed ook dat ik van de week de oplaadbare batterijen heb opgeladen. Ja, hi Loes. We weten dat je bent er. Zo, die zitten erin. Huh. Dat is grappig. Geen idee of het ook effectief licht is om mee te duimen pinten, maar goed, dat zien we wel een andere keer. Eens even kijken. Hoe ga ik dit enigszins in beeld doen? Sorry alvast als ik dadelijk in beeld ga hangen. Ik ga eerst eens even buiten beeld het begin zoeken. Nietje, is dit echt... Holy... Fluitjes. Dit wordt interessant. Dit is echt super, super, super dun spul. Oké, we gaan gewoon proberen. Oké, sorry alvast als ik met mijn kop in beeld kom zitten.
Ik ga gewoon mijn best doen om het erop te rollen. Oké, hier moet ik bij het einde zijn, ergens. Ik ga mijn schaar pakken. En hopelijk niet te ver over elkaar heen plakken. Oké. Nou is natuurlijk alleen nog een dingetje, hoe krijg ik het er weer af? Het zou dus een dubbelzijdige tape moeten zijn. Gotcha, oké. Ja, dit plakt. Oké. Dan ga ik even een dennenpinting erbij pakken, waarvan ik weet dat hij heel veel witte achtergrond heeft. Oké. We gaan hem in deze richting leggen. Eens even kijken. Deze. En deze. Voor een bijtje gaan we voor een beertje. En andersom. Dat is een magneet. Daar. Zo. Dat was al de achtergrond, dus ja, vandaag dat ik wist dat ik die wel redelijk veel achtergrondkleur moest hebben. Zo. Nou, dan ga ik eerst eens even gemakkelijk doen en eerst eens eventjes wat steentjes erin schudden. Ik ga ervan uit dat we redelijk wat nodig hebben, want er zullen we ongetwijfeld wel een redelijke hoeveelheid op kunnen. Natuurlijk proberen zo min mogelijk andere steentjes ertussen te zetten. Dus op hoop van zegen. Ik ga hem even andersom leggen. Oké, we gaan hier beginnen. En dan zou ik gewoon eroverheen moeten kunnen rollen. Daar wachten we wel eentje dubbel op. Oké, dan gaan we hier verder dat tegenaan en dan rollen we weer verder. Goed plakkerig. Ah, ik ben schoon gegaan. Reetje verplaatst, enigszins. Nee, die moet er even vanaf. Het helpt natuurlijk niet om meer in één keer te plaatsen als je de helft alsnog schuin erop hebt zitten. Dus dat is zeker een ding om naar te kijken. Dat je ze goed plaatst. Kom nou. Good enough, I guess. Ik ga hem gewoon even omdraaien. Ik hoop dat ik dadelijk enigszins in beeld ben en dat je kan zien wat ik doe. Ik probeer de eerste op te lijnen. Om het vervolgens weer vanaf te krijgen is het niet echt handig. Ik ga even een meerplaatser pakken. Ik zei het dat ik er even geen was op doe, maar dan kan ik ze tenminste wel verplaatsen.
Even kijken. 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ben je nog goed aan tellen? Ik kan er wel in één keer 40 plaatsen als alles goed gaat. Dus ik ga het nog één keer proberen. Weer de tree erbij. Ik ga gewoon nog even opnieuw schudden. Je moet met deze wel degelijk een grote schudbak hebben, want anders kom je er nergens mee. Want ja, dat moet je niet in zo'n klein treetje willen doen als deze, want je krijgt er eigenlijk bijna niks in. Ja, dit stuk hiervoor gaat allemaal redelijk, maar hier, zodra je ook maar een steentje tegenkomt, ben je meteen de peanut. Ik ga maar eens even kijken. Ik ga hem maar even proberen in beeld te zetten. Dan zo te zien niet te opnieuw. Oké, dat ging niet volgens plan. Oké, doet hij het nou wel, doet hij het niet? Krijg je er dan nog eentje tussen? Denk het niet. Oké, dat was niet zo heel makkelijk. Het is zeker eentje waar je denk ik wel eventjes een leermoment mee gaat hebben. Hij wil ze ook niet helemaal lekker recht plaatsen, zodat de volgende meteen goed uitkomt. Hij moet hier en daar eventjes wat opvullen. En ja, ik heb nou even geen pen gevuld met was bij, dus ja, ik zal toch eventjes met mijn vinger moeten doen. Nou, eens kijken of de volgende rij, of dat dit beter gaat. Ik heb gelukkig nog een heel deel liggen. Oké, dat was geen goede start. Dan heb ik het idee dat het niet helemaal lekker wil een beetje schuin naar voren, dat je het dan wel. En je moet wel een beetje helpen. Weer net zo goed twee steentjes die gemist zijn. Even kijken of we daar mee beginnen. Tja, je kan er veel in één keer neerleggen, maar ik weet niet in hoeverre het zich loont. Gezien je moet er net zo goed naderhand nog achteraan. Helpt natuurlijk niet met het feit dat ik nou sowieso geen andere pen erbij heb.
Tja. Wat vind ik ervan? Ik weet niet of het voor mij persoonlijk de moeite waard is om... Ja, om die moeite ervoor te doen. Ja, je kan er 40 in één keer plaatsen, mits ze allemaal in één keer goed erop komen en er ook allemaal in één keer fatsoenlijk afkomen. Je moet ze waarschijnlijk na de hand nog een keertje rechte rijtjes van gaan maken. Dus daar zit je waarschijnlijk ook nog mee. En je moet ook nog kijken dat je al een grote tray hebt. Je moet kijken voor dat je de rijtjes goed hebt. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, persoonlijk denk ik niet dat ik deze vaker zal gebruiken. En ik denk ook niet dat ik hem extra zou gaan kopen. Denk ik zo. Maar ja, ik wou hem gewoon eens geprobeerd hebben. Ik zie ze de laatste tijd namelijk weer vaak voorbij komen. Ah ja. Voor hetzelfde geld was het ideaal geweest. Want ja, je kan er wel veel in één keer mee plaatsen. Dat is in ieder geval wel een ding wat zeker is. Maar ja, al wel voor de rest is het gewoon... Is dit gewoon een redelijk basic. Ja, het is alleen met schroef in plaats van steek. Maar ja, ook dat is geen probleem. Ja, handige bakjes voor... Die daar. Voor met... Ja, vooral kleine diamondpinnen. Want ja, ik denk niet dat je er heel erg gek veel in krijgt. Want ik denk dat ik zo'n volledig zakje nou in meerdere van die soorten volledige trays van vier zal in moeten stoppen. Oké, er zijn maar weinig bakjes waar die allemaal in gaan, maar goed. Ja, vier kleine gebruikelijke trays. Misschien is het makkelijk voor met wat confetti. Oeps, dat zakje was open. Ja, zeker op het moment dat je ook bijvoorbeeld een lampje op je duimenpinding wil hebben. Minus de roller, denk ik dat de rest wel zeker handig kan zijn. De roller, ja, ik denk niet dat het mij persoonlijk de moeite waard is. Maar goed, dat is ieder zijn eigen keus. Deze gereedschapsetje, toolkit, was, als ik het even goed heb, 5 euro. Bij de Action. En ja, het is een geheel aan jouzelf of dat je zegt van het is de moeite waard. Maar zeker als een beginner, als dat je zegt ik wil gewoon een hele simpele kleine opslag met een paar treetjes. Ik wil proberen wat meer tegelijk te kunnen doen. Is zo eentje zeker ideaal. Ja, en ik ben net zo goed blij dat ik de roller een keertje heb kunnen testen. Dus ja, wie weet ga ik hem in de toekomst nog een paar keer gebruiken, maar... Ja, ik denk het persoonlijk voor niet. Maar we gaan wel zien. Maar goed, met dat gezegd te hebben, ga ik het hierbij laten. Ja. Als dat er nog verdere opmerkingen zijn over het gebruik van het wieltje of andere tools, het opbergsetje algemeen, laat het weten in de opmerkingen onder deze video. En... Voor de rest hoop ik dat je de video interessant vond. Geef de video een duim omhoog als het zo was. Subscribe op mijn kanaal, of abonneer, kan ik beter zeggen in het Nederlands. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en je meer diamond painting gerelateerde video's wil zien. En ja, ik hoop dat je nog een goede rest van je dag, nacht, week hebt. En ik hoop je te zien in de volgende video. Doei!